Ik ben met Kitty en we hebben ijsjes. Oh, Kitty en ik zijn echt de ergste. Ik was gewoon helemaal verzadigd, denk ik. Goedemorgen, het is vrijdag en we zijn klaar met school gaan. En papa gaat ook meelopen, hè? Ja. Hi, kleine boy. Hang je aan mijn been? Ik heb een blok aan mijn been. Blok aan mijn been. Kom, even staan, want je gaat maar pijn doen. Wij hebben boodschappen gedaan. Dat was makkelijk. Ik heb in mijn tas nog spullen, omdat we te veel hadden. Ik word helemaal gek van de zware boodschappen. Je hebt zelf al heel veel gepakt ook erbij. Het is echt heel zwaar. Oh, de boodschappen zijn opgeruimd. We hadden zoveel dat ik het niet echt de kast in kreeg. En de koelkast in kreeg. Maar uiteindelijk een soort van gelukt. Ik ga even snel mijn huis door. Denise komt zo. Mijn andere Denise. En die wil nooit op de vlog. En daarna moet ik Sarah ophalen. Kitty komt ook straks. Het is een vol dagje. Dus ik ga nu even zoveel mogelijk in huis doen. Schoenmaken opruimen. Marcus even de deur uit. Die gaat als het goed is verder met klussen voor de verbouwing. En ja. Ik ben moe. Ik heb zoveel liggen dromen vannacht. Ik geef een rond naar her. En echt van die heftige dromen. En nu denk ik, ja, het is een droom. Maar toen ik het droomde vannacht was het heel heftig. En ja, ik weet echt die hele dromen nog. Alleen als ik het dan ga vertellen, dan klinkt het zo raar. Dat is altijd mijn droom. In een droom lijkt het heel logisch. Maar als je het dan hardop zegt, denk je echt, hè, wat? Maar ja, ik voel me heel rot in mijn dromen. Dus ik ben ook echt heel vaak wakker geworden daardoor, tussendoor. Marco was op de bank in slaap gevallen. Dus elke keer had ik al door dat ik de tv nog hoorde. Maar ik zat zo in die dromen dat ik niet echt mijn bed uitkwam. En toen om 3:45 lukte het wel om mijn bed uit te gaan. Nou, toen lag hij dus helemaal in coma op de bank. En ik weet ook nog dat ik overal tegenaan liep. Nou, een hele, hele rare nacht gehad in ieder geval. En ik ben eigenlijk aan het uitstellen wat te gaan doen. Maar ik moet wel echt wat gaan doen. Dus. En nu ga ik een lekker soepje lunchen. Met een boterham. Deze erin dopen. Dat vind ik zo lekker. Ik ben weer heerlijk in het zonnetje naar school aan het wandelen. Ik probeer echt wel vaak te lopen om die stappen te halen. Als fietsen natuurlijk ook niet slecht. En dadelijk tijdens zwemles ook weer veel lopen. Dus ik denk dat ik de 10.000 stappen wel weer ga halen. En het is wel een beetje fris, niet heel koud. Ik had net echt zoiets, ga ik teruglopen voor mijn jas of niet? Maar ik heb het niet gedaan. En ik denk ook niet dat ik het dan had gered. Blijf lachen als mensen die zien vloggen. Kijk, dat is zo raar. Ik ben benieuwd of jullie me horen. Het waait echt heel hard. Sarah opgehaald. We zijn heel kort thuis geweest en nu naar zwemles. Dus ik ga weer even mijn rondje winkels af. Ik moet wat dingen bij de Action halen. En ik moest wat meer en ik kom er niet op. Maar dat komt misschien zo. We staan vast in de file. Dus we gaan even gewoon helemaal los. Toch? Ja. Een discofeestje doen. Heerlijk. Nee. Dat maakt dit soort momentjes leuk, zeg maar. Wow. Ik ben met Kitty en we hebben ijsjes. Oh, wow, mama! Ja, dat is snoepje. Het gaat niet helemaal goed, bij mij ook niet. Maar dit zijn twee bolletjes, maar hij schept alsof hij heel hard kwijt moest. Oh, Kitty en ik zijn echt de ergste. We gingen dus net een ijsje halen. En gaf van roken we. Patat. En dat bleef dus in ons hoofd zitten, terwijl we echt net al een geetje van ijs kunnen halen. Dus, patat en snacks. Het is echt heel erg. Kijk, we hebben 2 kroketten. Kitty heeft een bamiap, dus ik heb 1,5 kroket en Kitty heeft een bamiap. En we hebben echt zoveel patat.
Oh, en dit gaan we allemaal opeten. Oh, deze is lekker. Ik hou van deze. Ja, dat dacht ik al. Ik zweer het, dit zijn de allerlekkerste. Er zitten nog meer. En een sausje. Dan kan je de film trekken. Ja, ik ook. Ik ga... Te lekker dit. De waterkoker staat hard aan op de achtergrond. Maar goed, kids in huis. En wij hebben de film Room gekeken. Dus kamer. Op Netflix staat die. Wauw, wat een goede film. Echt een aanrader. Echt, ja, hij kwam echt bij ons binnen. Het is een dramafilm, zeg maar. Over een meisje dat ontvoerd wordt en 7 jaar gevangen gehouden wordt. En ontsnapt. En die film is zo goed gespeeld. En zit zo goed in elkaar. We waren echt zo onder de indruk allebei. Dat is echt zo'n film die echt nog 10 jaar bijblijft, zeg maar. Dus echt, als je een filmtip wil, kijk die film. Echt waanzinnig. Kids naar huis. Marco was ook even naar een vriend gaan. Dus die komt ook zo thuis. En ik ga even snel editen. Tot hij thuis is. En thee drinken. En dan ga ik denk daarna wel naar mijn bed. Ik had gisteren niet geëdit. Nee, ik had gisteren van de dag ervoor geëdit. Ik had 1 avond niet geëdit. Dus ik moet er nog 2, maar ik doe alleen die ik gisteren eigenlijk had moeten doen, zeg maar. En dan ga ik niet heel ver achterlopen. Dat was een korte vlog, want ik had hem wel in mijn programma klaargezet. Ik heb ze gewoon allebei geëdit. Morgen alleen Verendra. Dus ik ben wel trots op mezelf. Ik ga mijn computer weer opruimen. En nog even mijn thee drinken. En ik ben echt moe. Ik heb echt trek in mijn thee, maar ik voel echt mijn ogen heel de tijd dichtzakken. Dus het is geen goede combi. Gelukkig is het niet meer kokend heet. Als ik dan in slaap val met mijn thee, dan gebeuren er geen erge ongelukken. Maar het slaat helemaal nergens op. Ik was aan het editen en helemaal ploep. En ik sluit de computer af en ik zit echt zo. Maar goed, ik wil hem gewoon nog even drinken. Sorry hoor. Maar de man met de hamer komt even zwaar langs bij mij. Trouwens, zo stom. Kitty en ik hebben net zoveel gesnackt. Ze had ook echt, zeg maar, zo'n... Ik zie niet. Hele grote zak patat. Het was echt heel veel. En die snackt. Dus ik zat zo vol daarna. Ik was wel op tijd gestopt. Ik zeg, ik zit wel echt vol. Maar geen buikpijn vol. Want echt, ik haat buikpijn vol. Maar ik denk als ik echt nog 1 patatje had gehad, dat ik dan wel buikpijn vol geweest zou zijn. Dus ja, ik heb daarna ook niet echt heel veel dorst meer gehad. Ik was gewoon helemaal verzadigd, denk ik. Ik ga knikkenbollend mijn bed inrollen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!